De stichting Wintiwai en Omgeving, Stiwewa, is vandaag begonnen met een grote inzamelingsactie. De bedoeling is om middelen en materialen in te zamelen voor 33 scholen in Paramaribo-Zuid. Volgens Robbie Berghout, voorzitter van Stiwewa, wordt de actie niet alleen in Suriname gehouden, maar ook in Nederland zal er ingezameld worden. Wij hebben een hele goede samenwerkingsverband met de 33 scholen binnen ons werkgebied. Ja, dat gaat over scholen van verschillende denominaties. Dat ook het gaat om het senaten, daarom het gaat om RK, het gaat om EBG, Lantiscore, EMG, noem maar allemaal. Oneem ik onderscheid. Allemaal gaan we helpen, ongeacht een denominatie. We gaan ze helpen. Het gaat om lagere scholen, milo-scholen, middelbare scholen. We gaan ze helpen. Het hangt af van wat krijgen we binnen. Als wij voldoende spullen en binnenkrijgen, worden ze allemaal geholpen. Berghout geeft aan dat er geen geld overhandigd zal worden aan de scholen, maar dat Stiwewa zelf de spullen zal kopen. De scholen hebben aanvragen gedaan voor COVID-preventiemiddelen en materiaal voor het renoveren van klaslokalen en het verhogen van terreinen. Berghout zegt... Een aantal sprinters al binnen. In Nederland hebben ze ook een schoolmeubilair en binnen kasten hebben ze binnen in Nederland en laptops. Het geldbedrag wat we al binnen hebben is dichtbij, maar niet helemaal maar dichtbij de 50.000 SRD hebben we al binnen. Maar in elk geval, onze wens, onze hoop is dat we behoorlijk wat geld binnen krijgen. Nou, we zullen lang blij zijn als we zeg maar, bij spreken 50.000 binnenhalen vandaag. Niet dat we teleurgesteld zullen zijn bij een lager bedrag, maar we hopen vandaag veel geld en veel spullen binnen te krijgen. De inzamelingsactie duurt tot en met 1 december. De campagne zal via verschillende mediakanalen belicht worden. Vanaf vandaag kan er ook gedoneerd worden bij Stiwewa aan de Bierjoweg 45.